www.deboodschap.today. Minister Misikaba roept op tot voorzichtigheid tijdens droogte. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting roept in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut de samenleving op om met het oog op het naderen van de droge tijd voorzichtigheid in acht te nemen. Hij stelde dat iedereen de voorlichtingscampagne van de brandweer nauwlettend moet volgen. Hij raadt burgers aan om geen gras en vuil te verbranden. Ook adviseert hij ouders en verzorgers om kleintjes niet alleen thuis te laten. Minister Misikaba woonde afgelopen zaterdag de begrafenis bij van de 2-jarige Delfano Eind, die op 2 juli bij een woningbrand is omgekomen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.